Zo, beste kijkers van Pim, vandaag zijn we bij Zwaansborg. En wij staan hier met Dina de Vries. En die gaat ons iets vertellen wat er vandaag zal gaan gebeuren. Dus mevrouw de Vries, kunt u er wat over vertellen? Ja hoor, we gaan vandaag de vierde dag lopen van de senioren vierdaagse Waterland. En dat wordt georganiseerd door de Stichting Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland. Een hele mond vol. Maar dat is een overkoepelende stichting van alle ouderenorganisaties in Waterland. En vandaag is Monnikendam aan de beurt om te wandelen. Dinsdag hebben we hier ook gewandeld. Woensdag zijn we naar Broek in Waterland geweest. En donderdag op Marken. En vandaag wandelen we weer in Monnikendam. En heeft u enig idee hoe lang het vandaag ook zal gaan duren? Nou, we lopen altijd maar 3 kilometer met een koffiestop ertussen, want anders worden we te moe. Okay. En om 4 uur zijn we weer klaar. Okay. Om 3 uur drinken we in het gemeentehuis koffie. En daar worden we trouw ieder jaar op de vrijdag uitgenodigd. En dan drinken we daar koffie en dan lopen we nog een klein rondje. En dan is het om 4 uur hier de feestelijke afsluiting. Okay. Ik heb ook gehoord dat er inderdaad veel vrijwilligers aanwezig zijn vandaag. Kunt u daar wat meer over vertellen? Nou, er zijn heel veel vrijwilligers, want de meeste senioren zitten toch wel in een rolstoel. En dat betekent dat je voor iedere dag voor die vrijwilligers een duo nodig hebt. En niet iedereen kan 4 dagen. Dus dit is echt een hele grote lijst met vrijwilligers en ik ben er heel erg blij mee. Want ze duwen niet alleen iemand in een rolstoel, maar ze helpen ook bijvoorbeeld om mensen de bus in te krijgen, de rolstoelen op te ruimen als we met een bus naar een van de andere kernen gaan. Dus ik ben er heel blij mee. Okay. Ja. En zou u ons ook wat kunnen vertellen over de route die vandaag gelopen gaat worden? Vandaag lopen we een stukje Markgouw en dan gaan we naar het gemeentehuis koffie drinken. En dan lopen we een klein stukje nog de Oranjewijk. En dan komen we hier weer terug om feestelijk af te sluiten. Okay. En zoals willen vertellen hoeveel deelnemers er zijn? Nou, plus minus 35 deelnemers. Senioren dan. Als je met de vrijwilligers meetelt, kom je wel op 65. Maar de senioren, dat zijn er zo'n 35. En dat is een mooi aantal, want anders dan raak je het overzicht kwijt. Dus dat vinden we net mooi. Okay. Ja. En heeft u ook enig idee, want dit zal dan rond 16:30 gaan eindigen als het 2 uurtjes duurt? 4 uur. 4 uur gaan eindigen? Ja. Oké, je zou ons ook meer kunnen vertellen wat er daarna zal gaan gebeuren? Nou, om 4 uur dan staat er een muziekgroep van voor Anker uit Marken klaar. En dan worden we feestelijk binnengehaald. En dan is er hier een hapje en een glas fris. En dan is het om 17:55 alweer afgelopen. Dan gaat iedereen weer gezellig naar huis. Ja. Oké. Okay. Nou, dan wil ik u bij deze hartelijk bedanken. Oké, dankjewel. Ik vind het prachtig. Ja, vindt u het leuk? En waarom vindt u het zo leuk, de vierdaagse? Nou ja, omdat ik nog goed weet waar ik zit en hoe het er allemaal is. Je merken in Monnikbroek en zo. Okay. Ja, daar ben ik geboren en getogen in Zuiderwoude. Oké, okay. Zuiderwoude. Daar heb ik mijn hele leven gewoond op mijn 90ste bijna. Want nu ben ik 91 hoor. Ja. En heeft u ook afgelopen dagen gelopen? Nee, al hierin gezeten. Ja, maar ik loop alle dagen hier, als ik twee keer het huis in de rond is, okay. Of als het droog weer is. Oké. Maar nou zit ik heerlijk, ik hoef niks te doen. En heeft u al eerder meegedaan aan de Vierdaagse? Ja, 2 jaar heb ik ook meegelopen hier. Ik zit hier nou als met jullie 2 jaar. Oké, nou dat is mooi. Goeiedag. Mag ik u het vragen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Wat kunt u mij vertellen wat u hier doet? Ik ga het verkeer regelen bij het oversteken van de rolstoelen. Dus op 4 plekken. En we zijn met z'n 4. Oké. En is het de eerste keer dat u dit doet? Nee. Al jaren, elk jaar doe ik mee. Ja. Ja. Nou, dan wens ik u veel succes. Dankjewel. Wat doet u hier precies? Ik ben vrijwilliger bij de Schom en in deze vierdaagse duw ik mevrouw Nouwe uit de vriendschap. Okay. En waarom doet u dit vrijwilligerswerk? Omdat ik vind dat iedereen moet werken als vrijwilliger. En ik heb mijn hele leven, mijn werkende leven met kinderen gewerkt. En sinds 87 zit ik in de Schom. Dus ja. Nou, bedankt en dan wens ik u veel plezier. Dankjewel. Thank you.
Nou, beste kijkers van Pim, we zijn hier nu in het gemeentehuis. En we gaan, het eerste stuk is al gelopen door de mensen. En we gaan u vragen hoe het tot nu toe vergaan is. Zou u ons kunnen vertellen hoe het tot nu toe vergaan is? Nou, heel erg goed. We hebben heel plezierig gewandeld. En lekker gelijkmatig langzaam tempo. En vandaag hebben we natuurlijk wel geluk met het weer, denk ik. Want het regende zo verschrikkelijk hard vlak voordat we weggingen. Maar het is toch weer mooi. Ja. En hoe is de sfeer onderling? Oh, heel gezellig. Prima. De vrijwilligers die zijn helemaal enthousiast en altijd vrolijk. Maar ik denk dat degenen die in de rolstoelen zitten het ook heel leuk vinden. Oké. En kunt u ons vertellen wat er vandaag nog meer gaat gebeuren? Nou, we mogen hier even uitrusten, hè? Lekker koffie en thee. En dan gaan we opnieuw een stukje nog lopen. En dan worden we volgens het papiertje feestelijk ontvangen in Zwaansborg. Ja. Oké, nou dan wil ik u hartelijk bedanken. Graag gedaan. Oké. Succes. Dank u wel. Mevrouw, kunt u ons vertellen hoe het tot nu toe verlopen is? Prima. Ja, prima. Ja. Mooi weer. Ja. Ja. En fantastisch, netjes verzorgd. Oké. Okay. En vindt u het lekker om even uit te rusten? Ja, ja? Dat is ook goed. Ja. Ja. En overal worden we netjes ontvangen. Ja. Okay. En hoe, kunt u wat vertellen onder de sfeer onderling? Goed, heel goed. Ja. Heel best. Ja. En is dit de eerste keer dat u meedoet? Ik ben de eerste keer die meegaat. Ja. En het bevalt ook? Ja, best. Okay. Ja. Lekker 4 dagen. Ja. Ah, heeft u alle 4 dagen, gaat u mee? Ja. En dat is mijn begeleider uit Marken. Ja. Okay. Nou, gezellig. Nou, dan wens ik u nog veel succes. Dank u wel. Okay. Sorry dat ik u onderbreek, maar ik heb begrepen dat u niet heel erg lang hier kunt zijn, omdat u ook uw wandeling weer gaat voortzetten. Maar ik wilde u even van harte welkom heten in het gemeentehuis. Mijn naam is Jacob Kes. Ik ben sinds 2 maanden wethouder voor de gemeente Waterland. Vorig jaar heeft u waarschijnlijk hier mijn voorganger gezien. Nu mag ik u welkom heten en dat doet me deugd. U bent hier voor, ik weet niet of u hier al voor de 11e keer bent, maar het wordt voor de 11e keer georganiseerd. Ik heb me laten vertellen dat het in 2004 de eerste keer was. Misschien zijn er mensen onder u die al die 11 keren meegelopen hebben. Die zijn er. Ik ben heel blij dat we jullie mogen verwelkomen hier. Ik hoor ook dat jullie het fijn vinden om hier ook even bij ons te zijn. Ik wens jullie nog heel veel plezier straks met de verdere tocht. Ik heb begrepen dat de wandeling dinsdag in Monnikendam, als ik het goed heb, en woensdag en donderdag in Broek en Marken. Ik hoop dat u daarvan genoten heeft. Ik hoop dat dit volgend jaar weer georganiseerd gaat worden. Ik vind het een geweldig initiatief. Ik wil de vrijwilligers heel erg bedanken. En ik wil iedereen die meedoet ook nog heel veel plezier wensen. We blijven hier nog even zitten. Van mij mag u nog even blijven. Maar misschien dat de organisatie gaat zeggen dat we weer naar de volgende fase moeten. Dus heel veel plezier nog verder. Ik wou het woord houden. Ik heb het namelijk al een uur. Dit ook, ja, dit is ook.